Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 29 september 2015. Het COA-bestuur moet de gevangenis in. Dat bestuur moet per direct worden verwijderd en worden vervangen door nieuwe personen die wel het VN-verdrag, het Folterverdrag en de mensenrechtenverdragen willen toepassen. Het COA-bestuur regelt de afbraak van de nationale veiligheid. En dat doen ze omdat ze lid zijn van de elite moordenaarsclub, dat is de lobby. De lobby wil helemaal niet dat het volk zich kan verdedigen tegen criminele vluchtelingen. Het COA-bestuur wil dat er gedacht wordt dat vluchtelingen een verrijking zijn voor de samenleving. En dat is smerig, hè? Wanneer je er zelf voor zorgt dat er geen personeel genoeg is in het aanmeldingscentrum Ter Apel om alle vluchtelingen te registreren. Dat er geen personeel genoeg is om het vervoer te regelen tussen het registratiecentrum en de gemeente. Dat doen ze opzettelijk. Dat doen ze omdat ze aan het lobbyen zijn voor hun eigen bestuurders arbeidscontract. Het feit dat er slopers, verkrachters en moordenaars Nederland zijn binnengekomen op zeer grote schaal, die denken dat het hier paradijs is, die worden doodgeknuffeld door vrijwilligers en die over een paar maanden heel erg agressief kunnen worden, telt niet mee. Dus dat COA-bestuur moet per direct worden ontslagen en ze horen in de gevangenis. En dat zit als volgt. Sorry, ik wil die video niet overmaken. Het is heel erg belangrijk dat ik nu mens blijf en dat ik me niet als politicus of houten metoot ga gedragen. Het COA-bestuur helpt het parlement, de koning en de kiesraad bij het stiekem vermoorden van Hollanders. En dat doen ze via de internationaal strafhoflobby, de Hague Security Delta. Die lobby die moet aan de macht blijven. Dat zie je overal, hè? Binnen de VN, binnen de EU. Nou, die lobby die vindt het prima dat wij 20.000 tot 50.000 zeer zware criminelen als vluchteling in Nederland verwelkomen. Omdat ze dan bezig zijn met hun eigen leuke weekendjes in een hotel, conferentie hier, lunch daar, werkontbijtje zus. Daar doet de COA ook allemaal aan mee. En dat willen ze dus gaande houden. De COA verzuimt dus haar wettelijke plicht ten aanzien van de grondwet, de nationale veiligheid en de soevereiniteit van Nederland. De COA heeft de wettelijke plicht om het Folterverdrag te pakken of om de artikelen folteren uit de andere verdragen te pakken en te zeggen, wij kennen Desiree Stokkel. 1. Ze was ooit vrijwilliger in de jaren 90. 2. Zij bewijst dat wij in Nederland sinds juli 2014 een dictatuur zijn. Zij bewijst dat het internationaal strafhof oorlogen start. En op grond van het Folterverdrag of de artikelen folteren in de andere mensenrechtenverdragen hebben wij de wettelijke plicht om nu het parlement naar huis te sturen. Wij kiezen openlijk partij voor Desiree Stokkel. Wij eisen nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. We eisen een heel nieuw parlement en we eisen dat de koning oprot. Dat doen ze niet, omdat het COA-bestuur dus totaal niet geïnteresseerd is in het volk. Wat er moet gebeuren is dat dit bestuur de gevangenis ingaat. Ze zijn dus schuldig aan misdrijven tegen de menselijkheid. Dat betekent dat ze ook geen recht hebben op een oprotpremie. En vervolgens moet er van binnen de COA een nieuw bestuur gekozen worden. Niet van buitenuit, maar van binnen, omdat dat instituut moet worden opgeschoond. Het instituut, de COA, moet juridisch correct gaan werken. Dan zal ik maak een andere video over een ander onderwerp.